vandaag ga ik je laten zien hoe ik me klaarmaak voor een lekker avondje alleen. Het eerste wat ik ga doen is pannenkoeken bakken. Jeffrey houdt helemaal niet van pannenkoeken en ik ben dol op pannenkoeken. Dus als hij er een avond niet is, dan eet ik pannenkoeken. Ik maak lekker een aantal pannenkoeken en vooral met stroop vind ik ze super lekker. Dus die ga ik als eerst even rustig aan de eettafel opeten. En voordat de vragen overkomen, Jeff en ik wonen niet samen, maar hij is er wel bijna elke avond. Dus vandaar deze video. Dan zet ik een lekker muziekje op, Katy Perry, om in de sfeer te komen. Ik ga maandag naar haar concert. En dan ga ik mijn huid verzorgen. Alle make-up eraf halen, daar begin ik mee met de cleansing oil van Hanna. Ik gebruik alleen maar producten van Hanna en hiermee haak ik mijn make-up af. Dat doe ik door de olie op mijn gezicht met een combinatie van water goed in te smeren, in te wrijven. En zo alle make-up los te weken eigenlijk. En dan hou ik een heel erg mooi plaatje over van mij met zwarte ogen. Met even wat schijfjes verwijder ik alle troep. En met een handdoek maak ik mijn gezicht weer droog. Dan gaat het skin lotion erop, ook op een matte schijfje. En hiermee haal ik alle andere restjes nog goed even weg. Ik ga het over mijn hele gezicht, alleen niet over mijn ogen. Dan deze heerlijke spray, de sparkling spray met aloe vera. En ik ga altijd een beetje wapperen met mijn handen, omdat het moet drogen, dat duurt even. Maar als het droog is, dan gaat de moisturizer erop, de Clarity Cream. Een hele lichte crème is dit. En die trekt wel heel snel in. Die gaat ook weer over mijn hele gezicht. Dan pak ik de remodeling cream en die gebruik ik maar op één deel van mijn gezicht, omdat ik nog aan het uittesten ben of ik er goed tegen kan of niet. Dus daarmee even op één klein deel. Als laatste de Touch of Silk, een heel erg lekker, super zacht product. Dit is de laatste stap en het is echt, dit vind ik ook gewoon een hele fijne stap, omdat het zo'n heerlijk zacht product is. En die breng ik aan over mijn hele gezicht. Nog even wat wenkbrauwhaartjes wegplukken, want mijn wenkbrauwen groeien als kool. En dan ben ik klaar met de huidverzorging. Dan laat ik een bad vollopen. Ik ga niet zo vaak in bad en dit vind ik de perfecte gelegenheid om het weer eens te doen. Met een lekkere bubbelbar van Lush uiteraard, kan niet ontbreken. Deze rook echt naar kauwgom, naar bubblegum. Heel zoet en lekker. Mijn laptop pak ik erbij. En als het bad dan heerlijk vol zit met lekker veel schuim, is het tijd om erin te stappen. Ik zet New Girl aan, een nieuwe aflevering. En dan ga ik lekker in bad. Als ik uit bad ben, doe ik mijn badjas aan. En smeer ik natuurlijk ook even wat body lotion op. Celebrate van Lush. Dan is de avond gevallen, is het lekker donker en kruip ik mijn bed in. Wel weer met mijn laptop om nog een laatste serie te kijken. YouTube filmpjes te kijken, blogs te lezen, mijn eigen blog te lezen, vragen te beantwoorden, etc. En dan is het tijd om te gaan slapen en is de avond voorbij. Dankjewel voor het kijken!